ja, dat is ook zo, ja. Ja, klopt. Ah ja. Ja. Oh, hé, hey, maar ik ga even hangen, want ik zie je nu. Ja, is goed. Hoi, doei, doei. Hé, man. Hey. Gefeliciteerd. Dank je. 18? Ja. Ja, man. 18. Eindelijk volwassen, eindelijk legaal. Weet je, kijk, mevrouw Wevers, mevrouw Spek, Armani's moeder. Ze wilde me altijd al wel, maar nu mag het gewoon. Mm-hmm. Wow, vet. Ja. Ja. Wat was je aan het doen? Oh ja, kijk. Nee, dat moet je niet doen, man. Hij krijgt toch snoep? Nee. Je moet die brug met rust laten, man. Ik kan die brug juist wel tegen, hoor. Dat bedoel ik niet. Je moet die brug laten. Hoezo? Weet je niet wie dat is? Nee. Dat is rode Ronnie. Wie? Rode Ronnie. Alles wat je hem geeft, stopt hij in zijn reet. Alles? Alles. Jongen, kap nou eens. Ik sla je terug, hè? Doe. Ja. Doe dan, ik sla je 3 keer zo hard terug. Ja. Ik sloeg je niet eens, jongen. Je wou wel. Ja, je bent zo fucking dom. Ja, ben ik dom? Wie krijgt dat klappen dan? Hoi, Klas. Goedemorgen. Ja, ik zeg wel goedemorgen, maar eigenlijk zit ik echt even ergens mee. Daar heb ik jullie toetsen van vorige week nagekeken en die zijn helemaal niet zo goed gemaakt. Ja, dat reken ik mezelf enorm aan. Ja, dus ik heb besloten om de cijfers maar niet mee te laten tellen. Hè? Dan gaan we vandaag even goed bespreken met elkaar. Dan krijgen jullie volgende week een herkansing. Nou, ik begrijp dat dat voor jullie ook helemaal niet leuk is. Daarom heb ik speciaal voor vandaag een heerlijk appelkruimeltaartje gemaakt naar mijn moeders recept. Hier, geef maar even door. Nou, laten we gauw beginnen. Hè? Zijn er nog vragen? Ja, Bartel Jaap, ik... Ja, Erik, jongen. Gefeliciteerd nog trouwens. Ja, dank je. Zeg maar. Kijk, vraag 1, hè. Dan, ik heb op een gegeven moment mijn x aan de ene kant en mijn y aan de andere kant. Ja, maar wat ik dan niet snap is hoe lang je al homo bent. Nee, maar ik ben geen... Ja, sorry hoor, Bartel Jaap is een beetje flauw. Ik heb wel een serieus vraag. Bij 7a, dan staat daar iets over lineaire groei. Dan weet ik dat je ook wel exponentiële groei hebt en zo. Maar waarom vind jij het dan zo leuk om de hele tijd met mannen te tongen? Tim en Erik, doe eens even niet zo ontzettend kinderachtig. Sorry, Bartel Jaap. Ik had nog wel een dingetje. Op pagina 3. Want wat vind je nou het lekkerste aan seks met een man? Ja. Nou, laten we maar gewoon even bij vraag 1 beginnen. Dat lijkt me het beste. Eeuw, je taart is goor. Gadver. Kap nou eens een keer. Gooi je nou mijn schrift in de sloot? Jongen, je slaat me toch ook de hele tijd? Deze schrift had al mijn huiswerk. Ga je maken. Rustig, alsjeblieft. Om 3 uur af, anders word je morgen doodwakker. Jongens, de rest is nog niet afgelopen, hè? Kom. En mijn vader heeft dus sowieso gewoon een hele goede advocaat, dus die gaat er sowieso een stokje voor steken. Gefeliciteerd. Dank je. Koekje raakt helemaal voor slag als ik daar heel de dag moet zitten. En zijn huid, zijn haartjes, de luchtvochtigheid hier is gewoon ontzettend anders dan dat het thuis is. Dus hij is gisteren naar de kapper geweest, dus mooi gedaan. Dames, let nou even op! Zit je nou wiskunde te maken? Mm-hmm. Bart en Jaap, hoef je echt je huiswerk niet te doen, hoor.
Nee, maar huiswerk maken doe je voor jezelf, niet voor iemand anders. Gisteren is een goed proefwerk gemaakt en nu dit. Ja. Ik heb na 3 precies een half uurtje tijd voor ik naar filosofie moet. Dus als jij dan klaar staat, dan... Ah, godverdomme! Les is begonnen. Tim, ruim jij die bal even op. Frederik, hou eens even stil. Wat is er allemaal aan de hand? Ja, ik had Cookie dus mee naar school genomen. Cookie? Ja, we moesten ons huisdier meenemen voor biologie. Maar meneer Heidrich die zag het dus gisteren en die zei dat het niet mocht of zo. En toen heeft hij hem afgepakt. En vandaag dus gewoon weer. Drie uur. En toen moest hij dus mee naar zijn kantoor en daar moet hij dus nu de hele dag zitten. Dus ik bedoel, hij stopt in zo'n heel klein, vies, vochtig hokje met allemaal joden en zo. En ik vind het gewoon echt, ik heb het gevoel... Ja, dat is allemaal heel vervelend, Frederik, maar je hebt nu les, ja? Kijk, Cookie vast wel terug aan het eind van de dag. Goed, iets heel anders. We krijgen vandaag een nieuwe leerling op school, Lars. En Lars komt zo meegimmen. Wees een beetje lief. Toon een beetje begrip. Het is niet gemakkelijk voor Lars. Een nieuwe school, allemaal vreemde mensen. Ach, Frederik. Kijk nou toch, dat is wel heel schattig, hoor. Je hebt er al kleertjes aangetrokken. Hallo. Hallo, Cookie. Hey. Ik denk, jij bedoelt met je huisdier een hamster of een rat of zo. Ik wist helemaal niet dat het ging... Dit is Cookie niet. Oh, godverdomme. Ga eens weg. Hey. Hey, Victor. Dit is Lars. Hoi. Oh, sorry. Jij bent Lars natuurlijk. Sorry hoor, allemaal. Is oké. Hey, Lars. Kijk eens. Kom je mee, slingen? Hè? Victor, dit kan echt niet. Dit kan echt niet? Nee. Dit kan echt niet? Hoezo dit kan echt niet? Denk je dat hij dat niet kan? Dierenbeul. Ik zal je dit vertellen. Hij slingert zo van dat touw, zo hup naar die basket en weer terug. Hè? Bah! Ik had jullie nog zo vriendelijk gevraagd of jullie een beetje lief en begripvol wilden zijn tegenover Lars. Nou, ik merk er anders helemaal niks van. Ze zijn al op de maan geweest, hè? Ze hebben hoger IQ dan sommige mensen. Ja, loop maar weg. Ja, loop maar weg. Loop er maar voor weg. Hè? Dat je het allemaal niet aan kan. Dat je niet de enige levende wezen op deze planeet bent. Kom maar, Lars. Goed, jongens. Het menselijk lichaam is natuurlijk een van de mooiste dingen om te tekenen. Mevrouw Spek. We hebben gezien hoe ze naar me kijken. Ik dacht, die mensen gaan een smeerboet. Maar ze wil je niet aan op. Vrouwelijk lichaam en het mannelijk lichaam. Je bent gewoon jaloers. Op wat? Dat jij niet zo geile slet hebt. Vriend, ik word straks afgetrokken door iemand anders, ja. Al 6 loopt ze te zaaien, die oude tekendoos. En nu ik eindelijk niet meer strafbaar ben, wil ze oogsten. Lichaam, ja jongens, letten jullie ook even op. Dit is belangrijke stof. Dit wil jij in je repertoire hebben. En als ik dat nou niet wil? Dan mag jij je bij mij melden en de hele middag nablijven in dit lokaal. Hebben wij elkaar begrepen? Jij en ik begrijpen elkaar, mevrouw Spek. Mag ik Spekkie zeggen? Nee, maar je mag wel nablijven. Goed. Ik ga helemaal onderkliederen. Maar ze wil je niet. Oh, klaar. Goed, blijf allemaal even op. De ballen. Denk een omgekeerd hartje, maar laat de punt achterwege en trek 2 vloeiende lijnen naar de steel. Zorg vooral dat hier een mooie overgang zit en ik wel stevige ronde ballen zie, geen mandarijnen. In een netje. De haartjes krijg je door de druk op het penseel geleidelijk te verminderen. Dus van hard naar zacht, van hard naar zacht. Persoonlijk hou ik meer van geschoren ballen, maar papier met verf stop je toch niet in je mond. Dus haartjes kunnen voor deze ene keer geen kwaad. Goed, dat was mijn voorbeeldpik. Eind deze week wil ik jullie eigen pik in mijn postvak, in mijn la.
Maakt me niet uit hoe, maar ik wil die pik. En als ik zeg eigen pik, dan bedoel ik ook eigen pik. Er wordt niet afgekeken. Ik ken jullie pikken van het brugklaskamp. Plagiaat wordt bestraft met een 1. Goed, jullie hebben allemaal A4'tjes en verf. Lars, jij krijgt van mij een A3. Oh ja, Komveen. Jij mag hierop tekenen. Hoef je het meteen niet meer in te kleuren. Mevrouw, maar wij hebben geen pik. Maar wij hebben geen pik. Tekenen jullie maar de pik van jullie vader. En als jullie even niet meer weten hoe die eruit ziet, denken jullie dan maar aan de pik van Samira's vader. Mevrouw, heeft u nog een paar grote kwasten over? Waar is mijn schrift? Waar de fuck is mijn schrift? Waar de fuck is mijn schrift? Ronnie! Hallo. Hey Armani. Ik ben Armani niet, ik ben Tim. Oepsie. Waar de fuck is mijn huiswerk? Over de pot. Oh, ik serieus, ik pak je serieus. Ik kan niet wachten. Normaal joh, maf. Je moet me helpen. Als ik over een half uur dat huiswerk van Armani niet af heb, maakt hij me dood. Nee, absoluut niet. Ik mag net nablijven bij mevrouw Spek. Mevrouw Spek wil je niet. Ik mag toch ook wel even mijn verzetje hebben. Jij wordt straks verwend door Marietje. Luister, als ik over een half uur dat huiswerk niet af heb, valt er niks meer te verwennen, oké? Okay? Ik meen het. Fuck mevrouw Spek. Ja, dat ben ik van plan. Ach, geen grap, Erik. Je moet me helpen. Ik smeek het je. Ja, waarschijnlijk heb je ook gelijk. Spek wil me niet. Nee, kom. Hè? Hey jongen, ben je van je fiets gevallen? Rennen ze weer weg, onze mannen. Eeuwig zonde. Ik had die Erik helemaal leeggezogen. Tudu, 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 tudu.